Laat het hieronder even weten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe anderen daarover denken. Het is zaterdagochtend en ik ga ze douchen, maar ik ga deze even laten zien. Ik heb hem al 2 dagen gebruikt en ik ben echt heel benieuwd naar het resultaat. Dat kan ik natuurlijk niet laten zien. Maar wat doen we met deze? Deze roer je dus over je gezicht en daarmee masseer je hem en ook het bindweefsel. En daar zou je huid dus mooier van moeten worden. Minder rimpels en plekjes. Ik moet het allemaal ontdekken nog. Ik moet zeggen dat ik het wel heel fijn vind. Het is niet heel onplezierig om het over je gezicht te doen, zeg maar. Het is een massage. Nou, dus een lekkere massage op mijn gezicht gehad. Ik ga dit dus elke dag doen en kijken wat voor verandering het geeft. Ik ben heel benieuwd en ook benieuwd of jullie het in de camera dan kunnen zien. Maar dit soort lijntjes, ik hoop dat dat dan toch minder wordt. Even douchen en we gaan vandaag een hoop in huis doen om het... verder te klussen en op te ruimen en noem maar op. Nou, het hele bedrijf krijgt hier boven. Sarah die verveelde zich. Dus Orlando is hier en die gaat lekker met Sarah buiten wandelen, Pokémon vangen, speeltuin, weet ik het allemaal. Dus dan hoeft Sarah te... Ja, maar jij mag ook helemaal niet aan Tambouten zitten voor mij. Nee, ik kan het sterven. Het is mijn Tambouten. Hé, hey, hoor je mij? Het is mijn tandbouter. Mijn tandbouter. Mijn stouter. Kinderen, ze nemen alles van jou. Te grappig, we zijn Sarah's nieuwe wekker aan het uittesten. En die gaat nu keihard af. En als het goed is, als je hem niet uitzet, zou je moeten gaan rijden. Lekker troep op de tafel. Nou, poging 2, want hij reed niet en hij moet gaan rijden. Dus we moeten wachten, want hij zou binnen een minuut... af moeten gaan. En mijn voeten staan hier een kusje mond in. Ja. Oh, dan gaat hij af. Kijk, dat doet. Ah, maar niet rijden. Nou, 3 maal scheepsrecht. We gaan het zien. Voeten van Sarah weer door. De muziek af, anders krijg ik een probleem met de rechter. Met de rechter? Ja, met de rechter. Mm. Nou, misschien wel. De rechter over de rechten. Nou, ik doe niks met mijn voeten zoeken. Ja, ik moet afwachten. Maar nou zie ik niet als die wekker gaat met je voeten ervoor. Nou, denk je dat hij het nu gaat doen, Sarah? Nee. Ja, je nichtje heeft geen vertrouwen in jou. Nee, weer niet. Hij gaat hem gewoon niet af. Ah, oh, nou was ik te laat met filmen. Hij gaat af en rijdt door de kamer. Pak je wekker. Pak je wekker. Nou, dit wordt jouw leven nu, elke ochtend. Nou, zo wordt jouw leven in de ochtend, Sarah. Oh, hila. Maar hoe moet hij nou uit? Dan weet ze niet hoe hij uit moet. De belknop aan de voorkant. De belknop. 1 keer gewoon. Ja. Nou, welkom bij je nieuwe leven. Als jij dan even doorgeeft s'avonds hoe laat jouw werken gaat, Sarah, dan zorg ik dat ik de voordeur uit ben. Een hele goeie. Oké, dit is echt bizar. Het is 2 dagen na de kerst en ik krijg gewoon allemaal kerstkaarten nu binnen van PostNL. Ik weet, mijn kaarten zijn ook van een heel gedeelte nog niet aangekomen. Ja, echt heel apart. Het is zo bizar. Ze steken zoveel vuurwerk af. Ja, ik denk niet dat de camera het oppikt. Het lijkt wel of ik in een oorlogsgebied woon. Echt, ik las vandaag toevallig op social media en alles nog over het vuurwerkverbod en alles. Maar heel veel mensen zeggen van vroeger kon het ook. Maar dit zijn gewoon bommen buiten. Echt, het is gewoon niet normaal. Dan hoor je dat het heel ver is, maar tegelijkertijd voel je gewoon bijna jezelf wegtrillen van de bank. Echt. Extreem.
En net werd Sarah er al wakker van. Die ligt nu gelukkig weer te slapen. Dus ik hoop dat er niet meer zulke harde knallen komen dat ze weer wakker ligt. Ik wil gewoon dat mijn kind kan slapen. Dus ik moest even mijn frustratie kwijt. Want echt, ik kwam hier gewoon niet tegen. En ik bedoel, kom op, het is 28 december. Waarom moet mijn kind nu 's avonds uit de bed geknald worden? Dus ik ben wel benieuwd, hoe denken jullie over vuurwerk nu? Interesseert je niks? Of heb je ook zoiets van, ja, weet je, je moet anderen niet tot last zijn? Of laat het hieronder even weten. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe anderen daarover denken. Ik ben moe, in ieder geval, het valt mee, maar ik denk, ik word wat moeer. Dus laat ik maar eens een beetje mijn tijd naar bed gaan een keer. Dus ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen.